Het directoraat cultuur wil de lokale kunst- en cultuursector in kaart brengen. Ze houdt daarom een nationale registratie van individuen en organisaties die in deze sector werkzaam zijn. Er zal een digitale database worden opgezet die belangrijk is voor het ontwikkelen van beleid. De launch van deze campagne heeft in augustus plaats gehad in de districten Nikeri, Koroni en Saramaka. Sparra aan de beurt en in deze maand wordt Kommewijnen aangedaan. Op zondag 2 december is het startsein gegeven voor de registratie en herregistratie van dit project. Harriet Bolasing-Helstone, onderdirecteur cultuur, zegt dat de vraag gesteld zou kunnen worden wat de heisa is rond de landelijke registratie en herregistratie van alle culturele organisaties in Suriname. Het is namelijk zo dat het directoraat cultuur in 1980 is ingesteld. We bestaan dus al 38 jaar. Een heleboel organisaties die er toen waren, bestaan er niet meer. Of de informatie is niet meer valide. Of de juridische situatie is veranderd. Misschien is er een andere voorzitter. Misschien is de doelstelling een beetje bijgesteld. Noem maar op. Dus vandaar een registratie en herregistratie van het directoraat cultuur. Verder nog, het zou niet goed zijn als we binnen het directoraat cultuur een directeur hebben, een onderdirecteur hebben, die een jaar aan zitten en ze maken geen kennis met het cultuurveld. Bolasing gaf aan dat deze landelijke registratie de eerste aanzet is voor een degelijke kennismaking met het cultuurveld. Naast de registratie zijn er ook certificaten uitgereikt aan personen die de afgelopen maanden een kunstnijverheidscursus hebben gevolgd. De onderdirecteur zei verder dat deze registratie ook nodig is om te kunnen participeren aan het grote cultuursymposium dat in januari komend jaar gehouden wordt. U hoort ook Umar Djemidar, een gedreven burger van Kommewijnen. Moet je dan pas op dat moment gaan ontdekken wie heb je, waar heb je ze, wat doen ze, wie wil meedoen? Nee. Je moet het voorwerk beginnen te doen. Mensen moeten vertrouwd raken met cultuur. Het zijn cultuurdragers. Elk van jullie heeft zijn eigen experiment. Cultuur moet sowieso onze culturele uitingen die we hebben, moeten sowieso behouden blijven. Daar gaan we allemaal voor. En dat, wat ik daarnet zei, is duidelijk te merken. Want een gemeenschap, een bevolking zonder zijn eigen cultuur, is dan bijna een bevolking die in een verval raakt. En dat is gelukkig bij ons in Suriname niet zo. Want Suriname is rijk aan cultuur. We hebben net wat DNA lid naar voren gebracht, verschillende bevolkingsgroepen met hun eigen cultuur. Maar het gaat niet om, vandaag gaat het niet om middeleeuws om cultuur, maar het gaat ook om kunst. Want als we zo kijken hier achterop, achter mij, zien we heel wat kledingstukken, tassen, noem maar op, zijn door de cursisten vanuit Kommewijnen zelf gemaakt. Ik zou zeggen, ik zou graag een applaus voor die dames willen hebben die hun best zo hebben gedaan. En ik haast me ook de groep die vandaag hun certificaten mogen ontvangen te feliciteren alvast. Tot zover Umar Djemidar van Kommewijnen. Hij sprak afgelopen zondag de Taman Regio bij de start van het registratie- en herregistratieproject van het directoraat cultuur. De activiteit is gehouden in de zaal van de sportbond de Taman Regio.